Alleen ik wil die kleine die ik eigenlijk voor mijn tweede gaatje vandaag. En eigenlijk moet ik dan nog kleiner erbij hebben. En we zijn gezellig met. Maartje is nu even weg. En jullie mogen één keer raden wat Kitty aan het doen is. Het is vrijdag. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is wel vrijdag. Ja, het is wel vrijdag. Maar jij gaat de dagen al heel de week door elkaar. Gisteren gingen we naar opa. Goedemorgen. Je hebt een gat in je mond. Ik heb bijna een fietsenstalling. Ja, dan moet hij ernaast nog uit. Die wiebelt ook. Je hebt kans dat hij nu wel sneller gaat. En ik heb Lego. Ja, je hebt je Lego. Dat hebben we laten zien, hè? Nog niet. Ik heb echt... Zo'n last ook van die hooikoorts en zo'n jeuk in mijn ogen. We moeten echt afblijven. Yay. Maar ik ben wel heel blij, want de vaatwasser heeft vannacht voor het eerst weer gedraaid. Dus dit is allemaal gewoon schoon, zonder dat ik het met de hand moest afwassen. En we beginnen met een gezond ontbijtje. Ik heb gedoucht, me aangekleed en enigszins opgemaakt. Ik ga vandaag die oorbellen indoen die ik voor mijn 3-jarig huwelijk heb. Gekregen. Alleen ik wil die kleine die ik eigenlijk voor mijn tweede gaatje vandaag. En eigenlijk moet ik dan nog kleiner erbij hebben. Ik mis echt zo mijn oorbellen die ik had. En ik slaag elke keer nog niet helemaal voor oorbellen zoals ik ze wil. Dus vooral die kleintjes. Het is gewoon lastig om het goed te vinden. Deze heb ik een ketting bij. Kijken of ik die om ga krijgen. Het zit dat ze stom. De ene keer doe je een ketting in één keer om. En de volgende keer lukt het niet. Maar op de een of andere manier is die in de knopen gaan in het doosje. Kijk. Hij zit niet vast. Maar waarom? Want ik doe ze altijd dicht. Misschien heeft Sarah er aangezeten. Ja, zo. Dus hopen dat het vandaag in één keer lukt. Meestal ben ik er wel goed in. Ik heb mensen die kunnen geen kettingen bij zichzelf omdoen. En dat heb ik dan niet. Zo dan. Dit is hem. Oh, en wat heb ik vandaag aan? Deze top is van Karen Millen. En mijn broek van Mango. En nog lekker op mijn blote voeten. Want ik ga voorlopig toch de deur niet uit. En dan vind ik blote voeten in huis wel echt heel erg lekker. Omdat je dan gewoon alles zeg maar kan doen. Want als ik op de bank even ga liggen of zo of zitten. Dan moet ik heel de tijd mijn schoenen aan, uit. En dat hoeft zo niet. En we zijn gezellig met Kitty. Yay. En Sarah die is helemaal in trans ook in met de tv. Die kijkt Miami. En die heeft ze pas 12 keer gezien of zo, de serie. Dus hè, ze moet het heel goed volgen. Maar je weet alles toch al wat er gaat gebeuren? Nee hoor. Nee? Zelfs ik weet het. Hoe dan? En ik wil er nooit meer naar terug. Nou ja, ze is eerst een spion, maar ze wordt steeds loyaler. En uiteindelijk helpt ze. Nee hoor. Jawel. Ze ging hem niet toen helpen. Nee, dat is pas later. Niet nu. We zijn even naar het tuincentrum hier gegaan. En ik heb Sarah onder de kar. Zwaaien. Oh, er al onderuit. Ga je doen? Niet te rennen hier. We gaan bij de visjes kijken. Kitty is hier al heel de dag, maar ze is nu even weg. En jullie mogen één keer raden wat Kitty aan het doen is. En als jullie ons een heel klein beetje kennen, dan kan je het ook echt zo raden. Wij hebben patatjes en kroketten. En het is wel grappig, want dit zijn die standaard rundvleeskroketten. En wij zweren bij die kroketten. Maar die man zei dus tegen Kitty dat dit varkensvleeskroketten zijn. Nou, geloof me, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n kroket met varkensvlees gezien. Dus ik heb volgens mij ook nog nooit kroketten gegeten met varkensvlees. Nee, ik ook niet. Nou, dan ga ik hem proeven ook, want nu moet ik okay, het weten. Oké. Okay. Dit is hem? Dit is gewoon. Oké, okay. Maar dit is wel die je bedoelt? Ja. Oké. Okay. En dat is ook die jij bedoelde? Ja.
Want hij had die bitterballen daar. Dit is geen varkensvlees hoor. Hij had die bitterballen daar staan met diezelfde kleur. Ik zeg, het is die, maar dan die lange. Hij zei, nee, dit is varkensvlees. Dit is geen varkensvlees. Hij zegt dat die bitterballen ook varkensvlees is. Nee. Ja, oké. Okay. Bij elk ander verkooppunt verkopen ze dit, die deze hebben als rundvleeskroketten. Ja. In de supermarkt koop je dit als rundvleeskroket. Ik heb nog nooit een varkensvleeskroket inderdaad gezien. Maar hij denkt kwekkenboom is rundvlees of zo. En daardoor is dit geen rundvlees. Maar het is allebei rundvlees. Alleen de ragout is zeg maar anders. Ja. En de buitenkant is anders. Ja, hij begon ook op een gegeven moment van... Er zijn zoveel kroketten. Je hebt ook kroket met groenten erin. Ja, en goulash. Ja. En weet ik veel. Wij gaan film kijken. Heel benieuwd. Ik kende deze film nog helemaal niet. Hij is ook nieuw. En we hadden allebei zoiets. Nou, het klinkt oké. En we hebben hem sowieso allebei nog niet gezien. Ik wilde net naar boven lopen. En toen dacht ik, ik vergeet de vlog al te sluiten. Kitty is al even weg. Toen heb ik met Mark nog heel even gezeten. Die is gaan slapen. En nu ga ik slapen. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei.